Welkom allemaal bij Science by Stars in deze aflevering Cryptomerie en Polygenie, een onderdeel van de lesreeks Genetica. En dat is de laatste les, dus zie zeker dat je die basisbegrippen goed onder de knie hebt, want anders gaat dit een pittige les voor jou worden. Wat is cryptomerie? Cryptomerie gaan we zien optreden wanneer er een erfelijk kenmerk bepaald wordt door twee genen. Eén gen gaat een bepaald effect uitlokken en het tweede gen gaat ingrijpen op dat effect en dat effect omzetten of inhiberen eventueel. En we gaan zien dat als het eerste gen niet aanwezig is, dat de al dan niet aanwezigheid van het tweede gen verborgen gaat zijn, omdat we dat effect niet meer gaan kunnen tegenkomen in het fenotype. Dan gaan we zeggen dat dat tweede gen cryptomeer aanwezig is. En daar zijn verschillende varianten van. We hebben dominante cryptomerie, wordt ook wel eens cryptomerie met een omzettingsfactor genoemd. We hebben cryptomerie met een inhibitiefactor, wat ook wel epistasie genoemd wordt. Er zijn nog een paar andere varianten, maar die komen iets minder voor. We gaan die twee eerste varianten gaan we eens uitwerken. En ik begin met dominante cryptomerie. En dan zien we een mooi voorbeeldje met de labrador. We hebben twee genen P en F die gaan instaan voor de pigmentatie bij labradors. Zijn die twee genen afwezig, dan gaan we naar die basic setting en dat is een gele vacht. Hebben we het allel P, dan gaat allel P die gele vacht pigmenteren en dan krijg je een mooi zwart labrador pupje. Als we dan nog een omzettingsfactor F hebben, dan gaat die zwarte pigmentatie nog eens verder omgezet worden naar bruin. Maar stel je voor dat we LLP niet hebben, dus dat we daar twee keer de recessieve factor van hebben, dan gaat hier die gele vacht niet omgezet zijn naar een zwarte vacht en dan gaat de al dan niet aanwezigheid van de LLF, die omzettingsfactor, niet meer uitmaken. En dus als die omzettingsfactor toch genoom is, als die omzettingsfactor toch aanwezig is, gaan we die niet kunnen zien in het fenotype en gaat die dus cryptomeer aanwezig zijn. Ik heb hier de vier situaties voor jullie eens uitgetekend en dan ga je zo meteen zien dat dat best wel meevalt. Mijn beginsituatie, ik heb een pup met een gele vacht en als die pup tijdens die ontwikkeling geen P tot expressie brengt, ja, dan gaat die pigmentatie ontwikkelen en krijgen we een zwart pupje. Heeft die pup daarbij ook nog in zijn genoom factor F tot expressie, de omzettingsfactor, dan gaat die zwarte pigmentatie verder omgezet worden naar bruine pigmentatie. Als ik hier in de tweede situatie ga kijken, ik heb een pupje met gele vacht en die heeft wel gewoon geen P dat voor pigmentatie zorgt, dan krijgen we een zwart pupje, maar die heeft niet die omzettingsfactor, dan gaat die zwarte vacht niet verder omgezet worden en dan stoppen we hier gewoon met een zwarte vacht. In een derde situatie heb ik gewoon een pupje, die heeft geen pigmentatiefactor, dus we krijgen gewoon die gele pigmentatie en dan krijgen we hier die omzettingsfactor, dat normaal gezien mijn pigmentatie om moet zetten naar bruin. Maar ik heb geen pigmentatie, dus dit gen hier is cryptomeer aanwezig. Het is aanwezig in het genoom, maar het komt niet tot expressie in het fenotype. En dan die laatste situatie, als, als beide allelen afwezig zijn, dan ga je gewoon in die beginsituatie blijven natuurlijk. Dus wanneer die vier situaties voor de pupjes bij laboratoires, heb je die, die pigmentatiefactor P, dan ga je zwart zijn. Heb je pigmentatiefactor P en de omzettingsfactor F, dan ga je een bruine vacht hebben. Heb je geen pigment, maar wel die omzettingsfactor, dan ga je een gele vacht hebben. En is die f cryptomeer aanwezig? En heb je geen van beide, dan ga je gewoon een gele vacht ontwikkelen. En er is nog een tweede vorm van cryptomerie die we gaan bespreken. Een cryptomerie met een inhibitiefactor, oftewel epistasie. Dat zien we terugkomen bij hoenders. Weet je, dezelfde situatie als daar straks. We hebben een bepaald allel dat gaat zorgen voor pigmentatie. Maar is er een tweede allel aanwezig? Gaat dat niet die pigmentatie omzetten naar een andere vorm? Maar gaat dat dat eerste allel inhiberen? We noemen daarom allel I hier de inhibitiefactor. En die inhibitiefactor die gaat alleen effect hebben als allel A aanwezig is. Is allel A niet aanwezig, ja, dan gaat die inhibitiefactor geen effect hebben en dan gaat die cryptomeer aanwezig zijn. Ik heb hier nog eens de vier situaties voor jullie uitgetekend en dan ga je dat meteen snappen. Ik heb hier een witte hoender en als die hier die pigmentatie gen heeft, dan gaat die gepigmenteerd worden en dan krijgen we een bruine kip. Ik heb hier in de tweede situatie een witte hoender en die heeft dat pigmentatiegen dus normaal gezien zouden die gepigmenteerd worden, maar nu heeft hij ook dat inhibitiefactor die dit gen gaat inactiveren en die pigmentatie gaat niet doorgaan en we eindigen gewoon met een witte hoender. In de derde situatie hebben we geen van beide allelen en ga je gewoon een witte hoender blijven hebben en in de vierde situatie hebben we een witte hoender we hebben geen pigmentatieallel, maar we hebben wel een inhibitieallel, en het is in die vierde situatie hier dat ons allel cryptomeer aanwezig gaat zijn in het genoom. En dan hebben we polygenie. Bij polygenie gaat er een interactie plaatsvinden tussen twee of meerdere genen om samen één fenotypisch kenmerk tot expressie te gaan brengen. We hebben daar verschillende vormen van: dominante, cumulatieve en drempelpolygenie. We gaan die heel kort eventjes bespreken. Bij dominante polygenie gaan twee of meer onafhankelijke dominante genen één bepaald erfelijk kenmerk bepalen en dat zien we bijvoorbeeld bij het harderstasje. We gaan zien dat zowel de dominant gen A als de dominant gen B onafhankelijk van elkaar die hartvormige vruchtvorm kunnen uitlokken en dat afwezigheid van beide van die genen een ovale vruchtvorm gaat kunnen uitlokken. Bij cumulatieve polygenie gaan we zien dat we dingen gaan moeten optellen. Het is dus de cumulatie, de optelsom van verschillende genen die een bepaald fenotype gaan bepalen. En dat zien we bijvoorbeeld heel mooi optreden bij oogkleur, maar ook bij huidskleur en bij haarkleur bijvoorbeeld. We zien dus dat meerdere genen samengeteld moeten worden en de combinatie van allelen dominant of recessieve allelen die samenvallen, die gaan eigenlijk een bepaalde oogkleur bepalen. En zo komt het toch dat het heel af en toe mogelijk is dat er bepaalde oorkleuren op gaan treden die normaal gezien niet verwacht zouden worden. En dan als laatste hebben we drempelpolygenie, dat is een beetje een moeilijkere, maar daar gaat een erfelijk kenmerk bepaald worden door twee of meer van de onafhankelijke dominante genen. En het kenmerk dat gaat pas tot uiting komen als een bepaald aantal genen aanwezig is, dus als een bepaalde drempel bereikt is. Dus je kunt bepaalde genen hebben die een merkkeer zijn die aanleiding kunnen geven tot een bepaald kenmerk. Maar je moet voldoende van die genen aanwezig hebben, voldoende van die dominante allelen, om dat kenmerk tot expressie te gaan brengen. En dat zien we bijvoorbeeld bij spina bifida, het open ruggetje, waarbij je dus een x aantal dominante allelen moet hebben, voor vooraleer die spina bifida zich tot uiting gaat komen in je fenotype. Dat was het voor deze les. Ik hoop dat je er veel aan gaat en ik zie je graag voor de volgende les. Dag!